Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering, de gloednieuwe battle in de DBA. Het is ronde 2. Zoals je ziet, ben ik de vorige keer laatste geworden, wat very sad was. Maar het is vandaag tijd voor mij om me te redeemen met een andere drie Pokémon's. Of misschien niet alle drie, want ik denk dat ik Blaziken weer meeneem, want die heeft wel wat schade gedaan. Ik zit bij Paddy deze keer, dus dat is ook wel leuk. Even wat anders. En we gaan zien in hoeverre we komen. Ik kan Paddy natuurlijk gaan sparen. Ik denk dat ik de Green Arrow bijpak, Chicken erbij pak en Elsa erbij pak. Daar gaan we. Spannend. Oh, die shiny Dredigon is zo vet. Oh, Steltrok. Doe je Stonejourner! Op mij zeker. Geen poison. Oh, heftig wat hij miste, de lead sheet. Heracross. Nice. Yeah. Oof. Even kijken of dit een goede tactiek is. Ik denk zomaar dat Jordi zijn Dredigon gaat switchen. Die fucking vette shiny trouwens, die Dredigon. Die heeft hij sowieso gecheat, man. Ha! Ik zei het! Predictions! Kijk, heel nice. Hey, dat is een andere Stoutland. Oké, hij switcht ook.
hit zichzelf. Oh. Dat was een natuurlijk. Ik word weer gekrit. Oh, 1 HP! Wel een Frozen, dat is wel nice. Maar niet 1 HP. Oh, see! Very nice. Ah, hij roared. Hij roared on my lot account. Oké. Your anger, okay. Nice, Stoutland is dood. Substitute. Luister, oké, substitute. Oké. Okay. Hit meteen die. Oh. Substitute dan. Het sneeuwt nog steeds, hè? Oh, nog een keer Blizzard doen, denk ik, hè? Ik weet niet wat de laatste Pokémon van. Voor Jodius. Als de waterpok ons doet, vriesdraai. Gorgeist. Oh, dat is een graspokémon. Hey, shiny. Die heeft hij sowieso niet allemaal zelf gevangen. Daar geloof ik niks van. Nou, dan doen we nog een keer Blizzard natuurlijk. En als ik weer als snelst ben, dan kan die Gorgeist misschien one-hit KO'en. Dat zou fucking nice zijn. Dan voel ik mezelf echt goed. Hij switched out het Ferrothorn. Voor mijn Milotic. Oké, trouwens, die substitute ga ik natuurlijk niet killen, dus. Ah, ik deed veel minder damage dan dat ik dacht. Weer Frozen. En het hield nog steeds, of niet? Ah, lefties. Dat is sad. Nou, doen we nog een keer Blizzard, joh. Tol bezig zijn. Jammer dat die Gorgeist nu niet dood is. Oké, die is gefeed. Dat is heel fijn. Oh nee! Hij hit mij wel ook, denk ik, met de muddywater, of niet? Nee, hij hit mij niet met de muddywater. Wat een place, boys. Wat een place. Ja, dit is wel heel nadelig voor mij. Oep, Earthquake kiezen.
Oh, hij heeft nog een Druddik en ik dacht dat hij klaar was. Oh, dan ga ik weer laatste worden. Oh, doet hij ook nog recover. Dus dan worden hun allebei niet gehit en dan ga ik zo dood. Oké, ik ben geen laatste. Dragon Tail door Milotic, oké. Op de geparalyzed Ferrothorn. Ik moet... Oh, en speed boost, dat is ook wel voordelig. Paddy is de enige die nog, twee Pokémon's heeft. Oh, Paddy heeft nog 3 Pokémon's. Dan gaat Paddy hem sowieso winnen. Maar eigenlijk moet Paddy eventjes voor de Durdigan gaan. Bronzong wordt sowieso niet gehit door mijn Earthquake. Maar ik moet Earthquake omdat ik die band heb. Ja, of hij heeft. Hij heeft trouwens Heatwave, hij heeft geen Levitate of wel. Oh, hij heeft wel Levitate, oké. Dan is de battle over, alleen... Ja. Ja, dat wordt het toch niet. Dus, gefeliciteerd, Paddy. Maar ik ben tweede, ik ben trots op mezelf. Bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Tot de volgende battle. Adios, amigos.